NBA's hadden vandaag hun eerste repetitie en je zou denken dat de zenuwen hun inmiddels door de keel gieren, maar dat valt reuze mee. Het was allemaal zo verschrikkelijk goed geregeld dat het heel makkelijk ging eigenlijk. Dan heb je ook niks geen zenuw als het zo goed geregeld is. De reacties op de Engelstalige versie van Je vecht niet alleen zijn alvast zonder uitzondering positief. Ik vind het echt een heel geweldig nummer. I think it's a nice song. It's a bit U2-ish and like some rock bands from the 90s. And I think it's pretty clever. Lovely. Love it. Absolutely lovely. Yes. In ieder geval horen wij wel hele leuke reacties, absoluut. The song is an international song, especially translated to English now. The Netherlands one is beautiful. We actually had a look at that as well. But this translation to English just immediately took it to international level. Het is gewoon een Engelstalige rocksong. Maar als je het vergelijkt met alle andere Eurovisie Songfestival liedjes van de afgelopen jaren, ja, dan is dit eigenlijk gewoon een bijzonder liedje. Omdat het gewoon een normaal nummer is eigenlijk. Absoluut. Ja. Zo had ik er nog nooit naar gekeken. Wat verdomme. Aan het liedje ligt het dus niet. Nu maar hopen dat er volgende week flink wordt gestemd op Never Alone. Maar ik hoop echt dat ze nu een keer de finale gaan halen, want het wordt wel eens tijd. Aan u zal het niet liggen in ieder geval? Absoluut niet. Nee, ik heb een Duits mobiel nummer nu, dus ik ga wel sms'en. Mocht het niks worden op het Songfestival, dan kunnen de drie J's altijd nog een succes worden in Zuid-Afrika. Okay, ik zal baie graag Nederlandse lied in Afrikaans wil vertaal. In Zuid-Afrika dit wil bemaken.